Check de gear. Wat doen twee overwinningen met een ploeg? Ja, veel natuurlijk. Hè, want uiteindelijk werk je keihard om alles om te buigen. Hè, want we hebben natuurlijk een reeks achter de rug die niet zo best was. En als je dan twee keer wint, ja, dan is de sfeer natuurlijk uiteraard prima. En aan de andere kant is het ook weer belangrijk om dan de jongens weer scherp te maken voor de wedstrijd die komen gaat. Hè, want dat is weer de belangrijkste, het belangrijkste meetmoment. Ja, merk je dat uiteindelijk dan wel in het enthousiasme, in de vrijheid op een training, die twee overwinningen? Jawel, maar kijk, het is nu, we hebben de derde wedstrijd in een week. Hè, dus qua training is het eigenlijk meer herstellen. En voor de jongens die wat minder gespeeld hebben, een soort van compensatietraining. Je merkt wel in de kleedkamer dat er een soort van opluchting is. En dat geldt voor iedereen, hè, want uiteindelijk ben je allemaal sportman om te winnen. En is het nooit leuk om in een reeks te zitten waarin het allemaal niet lukt. Maar uiteindelijk hebben we dat omgedraaid door rustig te blijven, onverstoorbaar te blijven. En jammer genoeg in Rotterdam bij Excelsior een flinke nederlaag opgelopen. Maar beter één keer met 4-0 dan vier keer met 1-0 daarna. Waar ben je het meest blij mee naast die 6 punten? Nou, meer dingen. Rai Leijten die weer gescoord heeft, Nicolai die zijn doelpunt, Dino die zijn doelpunt maakt. Ik ben blij met het team, met de selectie, want ook de jongens die dus invallen, die spelen een belangrijke rol. En zeker in een week waarin je met 3 wedstrijden een zwaar programma hebt, is het belangrijk dat je die jongens die ook invallen, dat die dat ook goed doen. En ik heb van de week in de kleedkamer afgesloten, Mike van Bijnen, Dino, Mobert, iedereen die invalt, Kevin. Iedereen die invalt, die is prima ingevallen en uiteindelijk kom je na je wissels, trek je ook nog PSV thuis over de streep met 3-2. Dus dat is alleen maar mooi. Mag ik er nog eentje bijvullen? De weerbaarheid van je ploeg. Ja. Moeilijke fase ergens in de tweede helft tegen MVV na die 2-1. Tegen PSV 2-0 achter. Maar ze knokken zich terug. Ja. Maar goed, kijk, daar ligt het eigenlijk ook bijna nooit aan. Hè? En, zo'n uitslag bij Excelsior die dan met 4-0 er tussendoor komt, die beschouw ik nog steeds als een incident. En die hebben we een paar keer meer gehad, hè? Hier thuis ook. En, alleen het gaat erom dat je dan daarna je rug weer recht. En ik kan bij ons geen één speler het verwijt maken dat ze er niet alles aan doen. En dat het af en toe niet lukt, dat is een ander verhaal. Maar over het algemeen kunnen we daar best tevreden over zijn, maar... Ja, we hebben wel een fase gehad waarin we ook goed voetbalden. ADO thuis, NAC uit, de Graafschap uit. Waar we onszelf vergeten te belonen. En je ziet uiteraard als je 3 goals maakt, dan heb je een grote kans om wedstrijden te winnen. Maar je ziet als zo'n eerste doelpunt gemaakt is tegen een MVV en hoe je terugkomt tegen PSV net voor rust en net na rust. Ja, dat geeft de burger moed, dat geeft spelers vertrouwen. En dan zie je dat we ook gewoon een leuke ploeg hebben. En dan zie je ook de wisselwerking met het publiek. Niet alleen met het hele team, maar ook spelers individueel die bijvoorbeeld een goal maken. Ja. En dat uitbundig gaan vieren. Ja, we hebben dat een aantal keer benoemd tijdens de lockdown. Hè, dat wij het publiek echt wel missen. En ik denk als je terugkijkt dit seizoen, hebben we ook echt wel onze beste thuiswedstrijden gespeeld met publiek. En dan is het een optelsommetje. Wij hebben ze gewoon nodig, de 12e man. Ja. Vrijdagavond, Almere City FC uit. Een ploeg die een moeilijke eerste fase van het seizoen kende. Uiteindelijk de trainerswissel en de laatste weken wat beter erin lijkt te komen. Ja. Ze hebben in deze periode Jong Utrecht uitgewonnen en thuis tegen Helmond. Hè. Niet de meest, met alle respect, aansprekende tegenstanders. En voor hun ook belangrijk om die vierde periode in ieder geval het seizoen nog wat glans te geven. En voor onze focus, hè, want wij willen in die vierde periode natuurlijk ook bepaalde doelen behalen. En aan ons om om ze daar pijn te gaan doen. Ja, wat vocht jij voor wedstrijd? Ik verwacht Almere die 2 gespeeld, 6 in die periode ons wel vrij snel onder druk willen gaan zetten. Uiteraard dat hun die wedstrijd willen winnen en daar ook naar zullen spelen. En dat doen wij ook. En wij kijken altijd naar onze eigen speelwijze en hoe kunnen wij daar wedstrijden mee winnen. Open wedstrijd, denk ik. En wedstrijd die heel belangrijk is in die vierde periode voor beide teams. Ja, dat wil ik zeggen, voor beide teams. Ja. Almere City, een ambitieuze club. Ja. Die hebben nu die vierde periode om het seizoen alsnog te redden. Den Bosch wil ook iets in die vierde periode. Dat kan niet anders dan een leuke en aanvallende wedstrijd worden. Ja.
Nou, wat ons betreft wel. Je hebt er twee ploegen voor ja, nodig. Dus, nee, ja, maar bij ons verandert de speelwijze niet. En nou, hebben wij altijd die intentie. En nogmaals, ja, dat komt er niet altijd uit, maar dat is wel de insteek. Ik denk dat ik het antwoord al weet. Of je er überhaupt op ingaat. Never change a winning team. Als dat kan niet. Oké. Okay. Teun Vergrensven, is die weer aanwezig? Nee, Teun is er niet bij. Nee, nee. Die is deze week nog niet... heeft nog niet getraind, dus die zit ook niet bij de selectie. Oké, okay. Dankjewel. Heel veel succes. Yes. Okay.